Ja, Kevin van Dijn, de derde, maar wat was dat spannend hè, bij Sint-Oederode? Want wat gebeurde er? Oh ja, het was super spannend. De slang tussen de turbo en de uitlaatspruitstuk, die klem die was kapot gegaan, die is eraf gegaan. Dus we hadden helemaal geen vermogen meer, dus we hebben gereden wat we rijden konden. We hebben zo strak mogelijk, zo efficiënt mogelijk gereden, zo kort mogelijk. Dus we hebben zo weinig mogelijk tijd verloren. En uiteindelijk hebben we in ieder geval met de voorsprong van, ik geloof 19, 20 seconden het nog kunnen houden. Ja. Want vooraf in Sint-Oederode, toen zei je al tegen mij, ja, het enige wat ik nog hoef te doen is gewoon dat mijn auto het doet. En prompt, ja, gaat je auto bijna ook nog stuk. Ja, maar gelukkig heeft het allemaal gehouden. Het is, de turbo hangt aan de zijde draadje. Dus ik ben echt super blij dat we derde zijn geworden. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Gaat hij nog wel redden naar de servicepunten? Ja, zeker weten. We moeten hier dadelijk rechts, rechts en dan zijn we. Dus die derde plaats is wel binnen. Het was kiele kiele, hè? Ja, dat wel. Maar wel super vet. Wordt toch nog spannend. En derde, ja, dat had je van tevoren niet durven dromen, hè? Nee, dat sowieso niet. En kijk, als je het op deze manier wint, dan is het toch nog, ja, heeft het toch nog net iets meer als dat je op een gegeven moment zo'n redset uit moet rijden en daar op een gegeven moment dik voor staat. Aan de andere kant van het verhaal is ook dat ik eigenlijk op zon toch wel voor eigen publiek iets had willen laten zien. Had deze manier niet gekund, jammer genoeg. Ga ervan genieten van die derde plek. Ja, dankjewel. Super.